Gevallen in zielenstrijd, verloren voor de eeuwigheid, een zee van mensen, hopeloos. Leven kwam toen liefde mij koos. Waar uw licht niet bestaat, wordt uw stem niet gehoord. Waar genezing en bevrijding geen plaats vond, maar u maakte een plan. Een meesterplan om te redden elke ziel voor het beloofde land. Een vaderhart, een prachtig plan, gaf hij zijn zoon als reddingsplan. Vertel aan hen het goede nieuws. Geef je hart en geef je ziel. Laat mij zien, Heer, wat u ziet. Laat mij spreken wat u spreekt. Laat mij horen wat u hoort. Heer, breng leven uit mij voort. Dit zijn de woorden van het bekende lied Meesterplan. Het beschrijft het hart van evangelisatie, de enige oplossing. Heb jij nog niet, zoals wij, de roep van deze wereld gehoord? Open dan nu jouw hart en laat de levende God tot jou spreken. Vele mensen over de hele wereld zijn bang voor moslims. En dat niet zonder reden. De hoge torens zijn stille getuigen van de geestelijke slavernij waarin honderden miljoenen mensen zich bevinden. God houdt van hen. En Jezus kwam ook voor deze mensen. Daarom gaan we naar deze mensen toe. Met de boodschap: God loves you. Niets dan alleen de kracht van de Heilige Geest kan de macht van deze religie onderwerpen en tot Jezus Christus brengen. Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud, vervaardigd door gewone mensen. Die beelden kun je zien. Ze hebben een mond, maar zeggen geen woord. Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt, maar die kunnen niet horen. En een neus, maar die ruikt niets. De handen die eraan zitten, voelen niets. En de voeten verzetten geen stap. Ook de keel kan geen geluid voortbrengen. Wie die beelden maakt, zal eenmaal net zo dood zijn. En zo gaat het ook met een ieder die op beelden vertrouwt. Betoverd en bedwelmd in de grote geestelijke duisternis van hun voorvaderen, zoeken zij naar geestelijke bescherming van boze geesten. Door hun dode goden van hout en steen aan te roepen en aan hen te offeren om hen gunstig te stemmen. Degene die hun vertrouwen stellen in slangenbesweerders, toverdokters, doodshoofden, dode apen, ratten, insecten, hagedissen, konijnenpootjes, enzovoort, enzovoort, zijn bang, bevreesd en vol bijgeloof.
God zegt in Ezechiël 36: Ik zal u met zuiver water besprengen, zodat u rein wordt. Van al uw onreinheden en al uw afgoden zal ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven en nieuwe goede verlangens en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag. Vele lichamen zijn totaal verminkt om de dode goden gunstig te stemmen. Deze heidense praktijken gebeuren al vele eeuwen lang. Zoals de aloude profeten deden in de afgodendienst van hun god Baal in de tijd van koning Agab. Daarom trekken wij de wereld in. Om zoals Jezus ons bevolen heeft, het goede nieuws over Hem te vertellen en de mensen vanuit de diepe duisternis waarin zij leven in het wonderbare licht van Jezus Christus te brengen. Om hen uit de klauwen van de boze in de handen van de levende God te brengen, zodat Hij hen kan verlossen en bevrijden uit de macht van Satan, de tiran, die alleen maar gekomen is om te slachten, te stelen en te vernietigen. Daarom gaan wij waar wij gaan en doen wij wat wij doen. De geschiedenis van de mens is een van bloedvergieten, geweld, bedrog, slavernij, oorlog, gevuld met vele martelingen en onvoorstelbare wreedheden. Ondanks dat men zich inzet om vooruitgang te boeken, ziet de toekomst er niet beter uit. De armoede en hongersnood van de ziel over de hele wereld is enorm groot. Vele mensen hunkeren naar verlichting in hun zieke lichaam. Velen zijn bedwelmd en betoverd door hun bijgeloof, angst en vrees. Velen stellen hun vertrouwen in hun dode afgodsbeelden. Velen brengen kostbare offers om hun dode goden gunstig te stemmen. Daarom trekken wij de wereld in op zoek naar verloren zielen. En onze opdracht is om hen het goede nieuws te vertellen dat Jezus Christus, die de zieken genas, de gebondenen bevrijdde en de armen zegende, vandaag dezelfde is als in de dagen van de Bijbel. Vele mensen zijn verlangend om het evangelie van Jezus Christus te horen. Jaren van grote angst en vrees onder hun heidense goden was hun lot. Het is niet alleen ons voorrecht, maar ook onze grote opdracht om het goede nieuws over Jezus te vertellen. Wrede mannen en vrouwen vergieten onschuldig bloed op heidense altaren. Moeders die niets weten over de grote liefde van God,
offeren hun baby's als een levend offer aan hun dode goden. Dit is de hoge prijs die zij betalen. Gewoonweg omdat zij het wonderbare evangelie van Jezus Christus over Gods grote, onpeilbare liefde nog nooit hebben gehoord. Hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij dan in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Wat wij overal zien is heel eenvoudig een herhaling van wat Jezus zag toen hij op aarde wandelde. En wat de eerste kerk zag toen zij erop uitgingen om het evangelie te verkondigen. Boze geesten gaan uit, soms onder luid geschreeuw, weg uit de vele mensen die er last van hadden. Lammen, kreupelen, doven, blinden en mensen met allerlei ziekten en kwalen worden door de kracht van God genezen. De woorden die wij prediken zijn niet moeilijk of meeslepend, maar komen door de Heilige Geest in ons hart en God laat er kracht van uitgaan, zodat het niet leeg tot ons terugkeert, maar doet waartoe God het spreekt. Daarom is ons geloof niet gebaseerd op onze eigen intelligentie en wijsheid, maar op de kracht van de levende God. If you are sick, come on, you don't want. If you are carrying heavy burdens, come on, the cool you are sick, come be sick. Jesus is in this place and he is looking at you. Yes, you go hapa, na na kuangalia. And I tell you, he is moved with compassion on all of us. Yes, what you kuangalia. Ons gebed is dat God ons de gunst zal geven dat elke tong, elke natie en elk volk dit mag zien en ervaren, zodat Jezus Christus kan wederkomen. Elke dag luistert een grote menigte mensen naar het goede nieuws dat wij op alle mogelijke manieren wereldwijd verspreiden. Niemand kan de aantallen tellen die hierdoor gered worden. Velen wachten totdat er iemand komt om hun het goede nieuws te vertellen. Als ze het alleen maar konden horen, dan zullen ze gered worden. Wat ons hart altijd weer ontroert, is een menigte mensen te zien die hongerig is om het goede nieuws te horen. Wat een zegen dat de levende God niet veranderd is en dat hij hen ook vandaag tegemoet wil komen in hun nood. God zegt in Maleachi 3 vers 6, ik de Heere ben niet veranderd. En Hebreeën 13 vers 8 zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Weer een massa mensen die te bewegen is om in Jezus te geloven. Weer een menigte die hongerig is om te geloven in Jezus als hun redder. Weer een uitdaging om de levende Christus aan hen te tonen. Weer een oogst van zielen voor de Meester om binnengehaald te worden. Wanneer wij gehoorzaam zijn en gaan waar we moeten gaan en doen wat we moeten doen, zal God getuigenis geven aan zijn woord. En zullen ze zien hoe breed,
hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. Wij zijn heel dankbaar en blij om te zien dat God vandaag bezig is met een nieuw leger in een nieuwe generatie. We noemen hen New Gen. Het zijn de nieuwe Abrams, Mozesen, Simpsons, Micha's, Jobs, Daniels, Hiskia's, Elia's, Elisa's, Samgars, Noachs, Jefta's, Jozefats, Stefanussen, Jona's, Maria's, Jabezen, Deborah's, Paulussen, Davids, Ruts, Nehemia's, Samuels, Jozua's, Petrussen, Esther's, Jozef, Timotheussen, Rachab, Sadrach, Messach, Abednego, enzovoort, enzovoort. Allemaal namen van mensen die God in hun generatie machtig gebruikte. Iedereen in de geest van Jozua en Caleb hoort bij New Gen. New Gen staat in vuur en vlam voor Jezus en is niet bang om een licht te zijn in de duisternis. New Gen durft de straten op te gaan en schaamt zich niet voor het evangelie. New Gen heeft net als Petrus een openbaring van God gehad wie Jezus echt is. New Gen zet zich in om de poorten van de hel te bestormen. New Gen is geen passieve kerk en zet ook vandaag de aanval in, met het doel om mensen vanuit de duisternis naar het licht te brengen. Velen zeggen dat een opwekking in deze tijd niet meer mogelijk is. Maar vergis je niet, bij God is alles mogelijk. De grootste opwekking kan nog komen door de kracht van God in een nieuw leger voor God in een nieuwe generatie. Niet zo lang geleden lag ik op mijn bed naar het plafond te staren toen ik een goddelijke openbaring kreeg. God liet mij het zaad in het zaad zien en zei: David, je kan wel het zaad in een appel tellen, maar nooit het zaad in het zaad in het zaad. Ik begon te begrijpen en te zien hoeveel vrucht wij door alle jaren heen met de gunst van God hebben mogen voortbrengen. Dat is ontelbaar. Wat een zegen en wat een genade. In dit licht kreeg ik het in mijn hart om onze kinderen en de hele schare nieuwe generatie jonge medewerkers van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending mee te nemen naar het eerste kerkje dat evangelist Johan Maasbach begin jaren 50 van de vorige eeuw had gekocht in de Zeugstraat in Gouda. Het was een indrukwekkende ervaring voor de nieuwe generatie jonge medewerkers om de plek te bezoeken waar het bijna 70 jaar geleden allemaal begon. De doop door onderdompeling is geen menselijke instelling. Nee, het is een instelling van de levende God zelf voor zijn gemeente.
doordat de discipelen van Jezus uitgingen om het evangelie te prediken, kwamen er veel mensen tot bekering en lieten zich dopen door onderdompeling. Zij voerden simpelweg de opdracht van Jezus uit toen hij in Matteüs 28, vers 18 en 19 zei: "Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd." Daarom houden ook wij ons vandaag vast aan deze door God gegeven instelling. Op de christelijke hoogtijdagen en al onze evenementen vind je altijd de sfeer van kracht, blijdschap, vreugde en dankbaarheid. Daarom is de kracht van God altijd in ons midden om te verlossen, te bevrijden, te genezen, te redden en te voorzien in al onze noden. Zoals het was in de dagen van de Bijbel, zo is het ook op onze hoogtijdagen en evenementen. Er komen altijd weer nieuwe zielen tot geloof in Jezus Christus en God doet veel wonderen van genezing, bevrijding en voorziening. ...24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar... non-stop gratis christelijke muziek en quotes via maasbachradio.com. Je kunt op je smartphone en tablet de gratis app downloaden. Altijd de nieuwste uplifting music, quotes en interviews. Probeer het eens en je zult zien dat je niet meer zonder kunt. En dat allemaal helemaal gratis. Degene die hunkeren naar goed en gezond geestelijk voedsel voor de ziel kunnen gaan naar de messagestation.com voor non-stop geloofsopbouwende boodschappen van diverse opwekkingspredikers in verschillende talen. Je kunt zoeken in categorieën, delen met je vrienden, de uitgeschreven boodschap downloaden en nog veel meer. En dat allemaal helemaal gratis. Elke avond, 5 dagen per week, van maandag tot en met vrijdag, luisteren vele mensen via Family 7 naar de fascinerende Bijbelverhalen uit de Bijbel. Overal wordt er gekeken door mensen uit alle lagen van het volk. Stevast zitten vooral de ouderen klokslag 18:05 aan de buis gekluisterd om niets te missen van de geloofsopbouwende boodschappen en interviews. Radio en televisie zijn vandaag inderdaad de allermooiste instrumenten voor massa-evangelisatie. Maar ook de duurste. Helaas kunnen we geen foto laten zien van de 10.000 luisteraars. Zang en muziek is een belangrijke sleutel tot de ziel van de mens. De boze weet dit en gebruikt deze sleutel om zo grote invloed uit te oefenen op jong en oud.
maar zang en muziek die voortkomt uit de geest van God en gezongen en gespeeld wordt onder de zalving van de Heilige Geest, heeft de macht in zich om de ziel van de mens te helen, te genezen en te verkwikken. Altijd weer zijn we op zoek naar nieuwe vormen en methoden om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen aan hen die hem nog niet kennen. Onze boodschap is niet een boodschap van meeslepende woorden die moeilijk te begrijpen zijn, maar een boodschap van kracht en demonstratie. Vaak krijg je de ongelovige met geen stok naar de kerk, maar wel heel simpel naar een musical. Daar doen de professionele en spectaculaire musicals hun werk en hebben een grote impact op de aanwezigen. Probeer het de volgende keer eens uit door je onbekeerde familieleden, vrienden, kennissen en collega's mee te nemen. De mens is geneigd om alleen voor zichzelf te bidden. Dan bidden wij: mijn problemen zijn zo groot, Heer. Mijn moeilijkheden stapelen zich op, Heer. Mijn zorgen zijn niet meer te overzien, Heer. Zegen mij, Heer. Help mij, Heer. Doe iets, Heer. Maar daar waar de geest van Christus heerst, wordt ook altijd veel gebeden voor anderen. Het gebedsnetwerk van Global Prayer Network is de bindende factor die mensen voor dit doel samenbrengt. Wees ook een bidder en geef je op. Als je een gebedsverzoek hebt voor een nood voor jezelf of een ander, ga je natuurlijk altijd naar Global Prayer Network. Laat voor je bidden en verwacht een wonder. En als je een wonder hebt ontvangen, laat het ons dan ook even weten, zodat we samen met jou God hiervoor kunnen danken. Het is ongelooflijk, maar ruim 30.000 keer per jaar bellen mensen naar de gratis telehulplijn. Het maakt niet uit wat iemands nationaliteit, ras of cultuur is. Wanneer mensen naar telehulp bellen, horen zij eerst een korte geloofsopbouwende boodschap, waarna er gebeden wordt. Dit alles binnen 5 minuten. De telehulplijn is 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer 070-364-2833. Ik herhaal 070-364-2833. Tijdens kantooruren is ook de gesprekslijn en de gebedslijn bereikbaar op het telefoonnummer 070-310-7777. Ik herhaal 070-310-7777. Daar zit altijd iemand klaar voor een gesprek en gebed, wanneer mensen zich in nood bevinden. Het wonderbare evangelie van Jezus Christus, dat hij in de wereld is gekomen om zondaren te redden, zieken te genezen en gebondenen te bevrijden, is ons door God toevertrouwd om weer aan anderen door te geven. Dit heet eenvoudigweg evangelisatie.
Tegenwoordig kun je met allerlei moderne middelen evangeliseren. Deze middelen zijn allemaal stuk voor stuk boodschappers van het evangelie en verkrijgbaar in de Blessing Family Bookstore. Of ga naar onze webshop theblessingfamilybookstore.nl en shop online. Het eerste blad Nieuw Leven verscheen in 1962. Het had 16 pagina's, waarvan 8 met een extra kleur. De eerste oplage bestond uit 25.000 exemplaren. In de eerste jaren werd het blad 1 keer in het kwartaal uitgegeven, maar vanaf 1966 elke maand. Vroeger werd alles met de hand gedaan, terwijl nu alles per computer gaat en machinaal. Het is telkens weer een heel karwei om het blad op tijd op de post te krijgen. Maar door hard werken en Gods hulp is het toch altijd weer gelukt. En dat al bijna 60 jaar lang. Door de jaren heen is er veel veranderd. Maar de boodschap is altijd hetzelfde gebleven. Altijd positief, geloofsopbouwend, krachtig, vooruitstrevend en rotsvast. En dat voor maar 1 tientje per jaar, inclusief verzendkosten. Sinds 2018 is Nieuw Leven uitgebreid met een online leesplatform. Via nieuwlevenonline.nl krijg je als abonnee toegang tot heel veel extra artikelen. Er worden maandelijks bijna 10.000 bladen Nieuw Leven gratis verspreid. Doe eens de stoute schoenen aan en waag ook eens een poging om uw familie en kennissenkring een blad Nieuw Leven te geven of toe te sturen. Jezus was altijd sociaal bewogen en een echte kindervriend. Wij delen dezelfde passie, liefde en bewogenheid, eenvoudigweg omdat wij, net als Jezus, van kinderen houden. Wij zijn ervan overtuigd dat de wonderen die God over de hele wereld doet, Hij vandaag ook voor de kinderen wil doen. Het concept van het Oasis Kinderproject is een geweldig goed en werkend concept voor onze dagen. Het heeft zichzelf in Brazilië bewezen en zal dat ook doen op de verschillende plaatsen in de wereld waar wij het Oasis Kinderproject aan het opzetten zijn. Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen. Zij hebben geen vader die iets voor hen meebrengt of die hen ergens mee naartoe neemt om plezier te hebben. Geen moeder om hen een nachtkus te geven of een verhaaltje te vertellen. Velen zijn al op jonge leeftijd misbruikt. Zij kennen geen liefde. Liefde en goedheid kunnen we samenvatten in het woord barmhartigheid. Barmhartigheid betekent medelijden, mededogen, mededelen en medeleven. Wereldwijd leven er vele miljoenen kansarme kinderen op straat. Steeds zoeken wij naar manieren hoe wij deze kinderen van de straat kunnen halen en wat we kunnen doen om hun een uitzicht te geven op een betere toekomst. Wij kunnen niet uitleggen hoe Gods wonderbaarlijke aanwezigheid in de kleine kinderharten aan het werk is. Maar één ding is zeker: overal
waar Gods geest werkzaam is, zien we wonderen gebeuren van verlossing, bevrijding, heling, genezing en verandering. God maakt hierin geen onderscheid tussen volwassenen en kinderharten. Daarom zegt Jezus: laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. De blessing is een eindtijdbeweging van de Heilige Geest in de harten van mensen over de hele wereld die zich aansluiten bij de Blessing Family. De Geest van God rust op de Blessing Family, omdat Hij haar gezalfd heeft tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft haar gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Dit was de boodschap en de bediening van Jezus Christus toen Hij op aarde wandelde. En dit is ook de boodschap en de bediening van de Blessing Family totdat Jezus terugkomt. Het hoofddoel van Point is om jongeren te bereiken. We helpen hen een ontmoeting met God te hebben en begeleiden hen om hun hart aan Jezus te geven. Dat ze Hem zullen volgen zoals de Bijbel ons leert. God dienen met heel ons hart, lichaam, verstand, onze geest, ziel en toegewijd zijn om anderen te bereiken met de liefde van God. Elke Blessingkerk heeft een meeting point met wekelijkse activiteiten. De youth managers helpen de jonge mensen om hun plaats in het leven te vinden. God heeft een plan voor hun leven waardoor zij het best mogelijke leven zullen hebben in het centrum van zijn wil. Op nationaal en internationaal niveau worden er vele activiteiten georganiseerd voor de jonge generatie. Point is muziek, dans, spellen, prediking, gebed, gezelligheid, eten, drinken en zendingsreizen over de hele wereld. Samen ontmoeten we elkaar op Point Connect. Overal waar wij het Bijbels onderwijs brengen, leren wij de studenten de consequente waarheid dat je door geloof gered wordt en niet door werken. Wanneer studenten deze waarheid geloven, aannemen en erin gaan wandelen, worden ook zij bezegeld en bekrachtigd met de belofte van de Heilige Geest, waardoor zij in staat zijn om het evangelie van Jezus Christus weer verder te verspreiden daar waar zij leven en werken. Net als de eerste kerk. Hierdoor hebben onze bijbelscholen een zelfvermenigvuldigende factor, waardoor het evangelie zich van binnenuit steeds sneller verspreidt. Deze versnelling is niet meer tegen te houden en te stoppen. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat ook Jezus meestal de boodschap van het evangelie
bracht op plaatsen waar zich veel mensen verzamelden, zoals de tempelpleinen, de marktplaatsen, de stadspoorten, het strand, enzovoort, enzovoort. Ook wij zijn altijd op zoek naar middelen en manieren om het evangelie te verkondigen. Daarbij hebben wij oog voor de vele multimediatechnieken van vandaag. Wat dat betreft zijn wij altijd vooruitstrevend, vaak uniek, een trendsetter en onze jaren vooruit met hoe wij het evangelie kunnen bekendmaken aan het grote publiek. En dat doen we dan ook. Met onze hoog geavanceerde multimediatechnieken strekken wij ons uit naar de mensenmassa, vooral jongeren, die zich op de vele digitale snelwegen verzamelen. Wij begeven ons op deze wegen met maar één doel voor ogen, en dat is om het goede nieuws te vertellen dat God van alle mensen houdt. Hij wil niet dat er ook maar één iemand verloren gaat. Vissen is een vak apart. Om bepaalde vis te vangen heb je het juiste aas nodig. Vandaar dat we gebruik maken van het internet en Spotify, Instagram, Twitter, Facebook, iTunes, enzovoort, enzovoort. Op het hoofdkantoor in Den Haag werken zo'n 50 fulltime medewerkers en vrijwilligers elke dag keihard om de productie en verspreiding van het wonderbare evangelie van Jezus Christus op peil te houden. Elke dag is weer een dag. En een dag zonder de productie en verspreiding van het evangelie is een dag niet geleefd. Het is op ons hoofdkantoor net een boerderij die ook altijd non-stop door moet draaien. Een boer kan nooit zeggen, nu even niet hoor. Want de koeien moeten elke dag gemolken worden. De varkens moeten eten. Het hooi moet van het land, enzovoort. Het houdt nooit op. En zo is het ook met het evangelie. Jezus zegt, werk nu het dag is, want er komt een nacht waarin niemand meer werken kan. En dit is precies wat wij elke dag doen en waarvoor wij ons hele leven inzetten en geven. Wat ben ik blij dat u dit hebt kunnen zien en horen. En zeker ook voor al degenen die meedoen om het werk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te steunen. De Bijbel leert ons ook dat God zal u daarvoor zegenen. De Bijbel zegt ook, Jezus zelf geeft en u zal gegeven worden een goede, gedrukte, geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot werpen. Wij geloven in de zegen van God. En tot slot zou ik graag een gebed willen doen. Vader, ik dank u voor uw grote liefde en genade voor de hele wereld. Voor alle mensen, ook voor de mensen die kijken. Vader, u kent ook hun nood. U kent ook hun problemen en moeilijkheden. En ook van degenen die besloten hebben om ons te steunen met een zendingsgift. Om zo andere mensen te vertellen over uw liefde. En zo wil ik bidden vandaag voor iedereen, alle mensen die kijken, voor hun eigen nood. Als daar genezing nodig is, genees dan, Vader. Als daar bevrijding nodig is, bevrijd dan. En als daar een voorziening in een nood nodig is, voorzie dan naar uw grote rijkdom in Christus Jezus. Vader, ik dank u voor ieder die besloten heeft om ook het werk te steunen wat u ons gegeven heeft te doen.
En daarom vraag ik vandaag uw zegen over een ieder die kijkt en een ieder die geeft in de naam van Jezus Christus. Amen.